Hallo allemaal, lezen voor de lijst. Mano Buzamur, bestsellerboy 2018. Je vindt een goede samenvatting op scholieren.com. Hij heeft een opdracht aan het boek meegegeven voor mijn ouders die niet kunnen lezen, godzijdank. Zijn ouders komen er namelijk in het boek niet goed af. Ze zijn bekrompen en onverbiddelijk als het om de islam gaat. En ze zetten hem het huis uit op het moment dat zijn eerste boek is uitgekomen en zijn broer Brahim ze verteld heeft welke goddeloze inhoud het boek heeft in de ogen van moslims. En ze menen hem te moeten straffen door hem het huis uit te zetten. Later is er een verzoening. Dat komt later in het boek. Het motto is: als de goden ons willen straffen, verhoren ze onze gebeden. Nou, de goden die hebben zijn gebeden verhoord, want hij wilde heel graag een beroemde schrijver worden met een bestseller. En dat komt uit. Maar hij belandt uiteindelijk in flinke moeilijkheden, op verschillende manieren. Maar het grootste probleem is nog dat hij als bestsellerboy zijn liefde voor Evelien verspeelt, zijn grote liefde. Het lijkt alsof het goed komt in deze roman. Aan het eind is zelfs een geboortekaartje opgenomen van een kind dat ze samen zouden hebben gemaakt. Maar we zullen zien dat dat meer fictie is dan werkelijkheid. Helemaal geen werkelijkheid, maar fictie. Bestsellerboy is een brutaal grofgebekt boek. Waar niemand gespaard wordt. Waar een verrassend einde aan zit. Dat extra aandacht verdient. Bestsellerboy is een roman over fictie en werkelijkheid. En dus over de vraag of je nu in de werkelijkheid moet leven. In de werkelijkheid van het nu. Je voortdurend daarmee bewust van moet zijn, of in de verbeelding. En hij begint het boek met ronduit te zeggen: fuck de realiteit, ik leef in de verbeelding. Het gaat over het loskomen als Marokkaan van je ouderlijk milieu. Dan gaat het over Brani en de bijbehorende directheid en grofheid van de hoofdpersoon. Hij is bepaald niet bescheiden en hij stelt zich op als een begaafde jongen, die hij waarschijnlijk ook is. En die het helemaal gemaakt heeft of gaat maken. Over literatuur die het leven begeleidt gaat het. Over de gekte die losbarst als je een bestseller schrijft. Sommige mensen hebben gezegd, het is een persiflage daarop, op die waanzin die dan uitbreekt. Over heftige seks. En over afwijzing van de orthodoxe islam. Bestseller Boy is een roman over fictie en werkelijkheid. Dat eerst even. Mohammed wil een boek gaan schrijven na een incident in de bibliotheek met Marokkanen. Die hebben namelijk die bibliotheek verbouwd en boeken kapot gescheurd. Maar hij had er per part nog deel aan. Maar hij werd wel als mededader gezien en de bibliotheek uitgezet. Hij neemt zich nu voor om boeken te lezen en zich verder te scholen in de literatuur en er daarna zelf eentje te schrijven om de werkelijkheid naar zijn hand te zetten. Daar heb je het al. De fictie gaat de werkelijkheid naar zijn hand zetten. Dat heeft hij in dit boek dan ook wel degelijk gedaan. Fictie verandert de werkelijkheid dus. Ik citeer. Ik schrijf omdat ik een teringhekel heb aan de realiteit. De kunst is nu juist om in je verbeelding te leven. Fuck het nu. Dat is een citaat dat voor het eerste deel van het boek tot aan het slot eigenlijk geldt. Zijn eerste boek gaat Mohammed de Proleet heten. Er is maar één lettertje verschil met profeet natuurlijk, dus je snapt al wel de woordspeling. Een proleet is een onbeschaafde vlegel, een hork, een hufter, en hij gedraagt zich soms ook zo, die hoofdpersoon. Dus in die zin zou het autobiografisch kunnen zijn.
Maar ik weet niet of hij zich gorkerig gedraagt, maar in de roman wel. Zijn boek verraadt zijn levensbeschouwing. En die is: je zou de grote waarheden alleen mogen omhelzen als je ze ook kunt bespotten. Dus daar gaan we al, dan gaat hij proleterig doen. En dan gaat hij de grote waarheden bespotten. Maar, nou, hij komt niet zo ver om de islam te bespotten. Hij rijdt hem eenvoudig omver. Hoe dat zit, hoor je later. Maar, nu het slot van de roman. Aan het slot van de roman is zijn verhouding tussen fictie en literatuur, zijn visie daarop, radicaal gewijzigd. In zijn verbeelding, in zijn fictie dus, is hij weer opnieuw een relatie met Evelien aangegaan. Die is ook tot stand gekomen. Ze hebben een kindje gemaakt dat geboren is. Zijn tweede boek is af, waar hij zoveel moeite mee had om dat te schrijven, omdat hij een writersblok had. Hij heeft het al gepresenteerd en het is een enorm succes geworden. Maar al die dingen die ik nu net opnoemde, zijn fictief. Die zijn in de werkelijkheid niet zo gebeurd, die gebeuren in zijn fictie. Hij heeft ze bedacht, maar in werkelijkheid is hij zijn liefde Evelien kwijt en is hij met Gala, het model, naar New York gegaan. Wat ze overigens ook al van plan waren voordat Evelien naar Nederland kwam. Ik citeer: dat mijn tweede boek af was en in de schappen lag, Evelien en ik weer samen waren, dat we een kindje hadden en dat mijn vader en moeder daar blij mee waren, het leek levensecht, maar ik zeg er maar bij, dat was het niet. Want het is bedacht. Maar daarna ligt namelijk zijn scherm op van zijn telefoon en het is Mai Spijkers van de uitgeverij die nog eens een keer hem tot spoed maand met zijn tweede boek. Maar dat had hij toch al uitgegeven, bleek in de zin daarvoor, en het was toch een groot succes? Nee dus. Dat is bedacht, fictief. Zelfs het geboortekaartje dat in de laagste hoofdstuk is opgenomen is fictie. En hij blokkeert zelfs het nummer van Mai Spijkers en hij wist dat nummer. Dus hij wil er niks meer mee te maken hebben. Want hij heeft zijn boek helemaal nog niet af. Hij is in New York met Gala. Citaat. Als hij in New York is met Gala. Ze vroeg: is het hoe je het je had verbeeld? En ze bedoelt natuurlijk het beeld van New York. Fuck mijn verbeelding. Fuck die verbeelding. Fuck de verbeelding. We leven in het nu. De verhouding is dus 180 graden, of hoe moet je dat zeggen? Ja, 180 graden omgeslagen van de ene naar de andere opvatting. De werkelijkheid is de verbeelding hier de baas. En hij heeft zijn grote liefde definitief verloren aan een vrouw die hem gegoogeld heeft en uitgezocht heeft wat zijn inkomen was en waarschijnlijk zijn boek helemaal niet heeft gelezen. Dat kun je ook nog uit het slot opmaken, uit een paar bladzijden daarvoor. Dus wat dat betreft is het een geweldige prijs die hij moet betalen. Het boek gaat over het loskomen van het ouderlijk milieu. Hij leeft in een bekrompen gelovig moslimgezin. Zijn broer Omar is de baas. Door te schrijven en een proleet te zijn, wil hij zich losmaken van thuis. Maar hij woont nog thuis, dus hij is nog gebonden. Maar hij wordt schrijver. Weer een belangrijk citaat om te onthouden voor dit boek en in het algemeen: een beetje schrijver moet schaamteloos zijn. Nou, dat is hij zeker als het om de seksualiteit gaat, maar ook als het om sommige situaties gaat en sommige dialogen.
Vader waarschuwt hem, die zegt, je kan zoveel boeken schrijven als je wil. Er is maar één boek dat telt, mijn zoon, en dat is natuurlijk de Koran. De ik is duidelijk ongelooflijk. Hij zegt, ik citeer, ik geloof in mezelf, in supergeile seks en in fictie. Als een boek uitkomt en na de boekpresentatie gelezen wordt door zijn broer, wordt hij vanwege de goddeloze inhoud pardoes op straat gezet door zijn ouders. Na al een vuistgevecht met zijn broer hierover gepleegd te hebben. Ook zijn vriendengroep onder aanvoering van Moussi kotst hem uit en ziet hem als een verrader en geen goede moslim en dan lig je eruit. Hij heeft verdriet over de breuk met zijn ouders, dus hij zou wel anders willen, maar hij weet niet goed hoe hij het moet aanpakken. En zijn broer mist hij ook, maar hij is tegelijkertijd ook woedend over wat ze hem hebben aangedaan. Hij woont een tijdje bij zijn criminele broer. Zelfs de imam predikt haat als het om hem gaat en zijn boek. Hij gaat dan bij Evelien wonen als het daar in dat drugschool waar hij gaat wonen te erg wordt. En hij zich niet kan verenigen met de praktijken in dat huis van zijn broer. Zijn ouders doen dan een eerste verzoeningspoging via de telefoon, maar hij is nog te boos. En hij zegt, ik ben jullie zoon niet. Daarna vindt Mai Spijkers onderdak voor hem in een heel mooi pand, voormalige rechtbank. En nadat hij nog een tijdje in een pilotenhuis heeft gewoond. Hij zwerft dus eigenlijk een tijdje rond. Zijn boek wordt zo'n succes dat hij een tweekamerflatje kan kopen op de Herengracht. Dat laat hij opknappen en hij woont heel knap in zijn eigen huis. Tijdens de Ramadan heeft hij heimwee naar de familie. Ten slotte stuurt zijn zus hem een brief om hem namens de familie excuses te maken. Het had nooit zo mogen gebeuren, maar, zegt vader, zij hebben hem niet het huis gezet, maar het is de zwarte magie die het gedaan heeft. Die krijgt de schuld van het alles. Uiteindelijk verzoent hij zich eerst met zijn vader en daarna ook met zijn moeder. Humoristisch is wel dat zijn vader dan na die verzoening onmiddellijk vraagt, wanneer ga je een huis voor ons kopen in Marokko? Hij heeft vaak verdriet gehad over de scheiding en dat is hem niet in de koude kleren gaan zitten. Zijn zoektocht naar de waarheid en de religie is eigenlijk, zij zochten naar de waarheid, zijn ouders, en hij was iemand die de waarheid in fictie kon vinden. En dacht dat de waarheid in fictie lag. En daarom zijn ze niet eens zo heel verschillend, zegt hij in de roman. Want de Koran is ook volgens hem, ook die religie, en de Koran is fictie. En er is eigenlijk geen verschil dus in ons. We zoeken allemaal in de fictie, in verhalen, onze waarheid. Hij stapt uiteindelijk over het verschil tussen hem en zijn ouders heen. Dan gaat het boek ook over brani, hè, over durf en de bijbehorende grofheid en directheid. Die kenmerken hem als hoofdpersoon. Een paar voorbeelden van directheid en soms van grofheid, nou maar directheid is bijvoorbeeld, ik ga beter schrijven dan Gerard Reve, geestiger, stijlvoller. Nou, dan zeg je nogal wat, een van de grootste schrijvers van het Nederlandse taalgebied. Dan heb je wel brani, dan heb je wel lef, dan durf je wel. Het wordt ook een boek genoemd waarin de auteur durft. Een tweede citaat. Een beetje schrijver moet schaamteloos zijn. Nou, dat zegt alles, hè? Want die schaamteloosheid en grofheid ligt er dik bovenop in dit boek. Zijn speech op de boekpresentatie is grof met anale grappen erbij.
En het op de hak nemen van Mai Spijkers, zijn uitgever, die is heel sportief, die kan daar wel tegen, maar die kan eigenlijk niet. Die gaat over grenzen heen. Het interview met de verslaggeefster van de Volkskrant is grof en hij scheldt haar uit, hoewel ik me wel kan voorstellen dat hij dat heeft gedaan, want ze heeft zijn boek niet eens helemaal gelezen. En dat genereert nog meer lezers van zijn kopers van zijn boek, dus het komt zijn drukken alleen maar ten goede. Bij een lezing signeert hij een boek en citaat, lieve Mirre, en dan nog een paar zinnetjes, en dan je oma is een racistisch kutwijf. En dat heeft hij gezegd omdat zij zei van ja, maar ik ben een Nederlander, terwijl hij dat eigenlijk ook was. Dus ik beheers de taal wel aardig, maar ik vind dat u de taal zo geweldig beheerst. Alsof hij een buitenlander is en vandaar dat racistische kutwijf. Hij noemt Gala op de eerste shoot voor het tijdschrift Linda een bitch en een secreet. Dus ook daar gaat het ook al van dik hout zaken en planken. In het pilotenhuis gaat het er super grof toe, qua taalgebruik. De zes seksscènes met meisjes zijn absoluut grof en direct beschreven. We kunnen hier gerust van pornografie spreken. Dat heeft hem wel kritiek opgeleverd, omdat het gewoon saai is als je op die manier schrijft. Zelfs SM en wurgseks komen langs. Nou, denk, ben je nou bezig met effectbejag of welke functie heeft dat nou? Nou ja, je zou kunnen zeggen, hij is zo van slag van dat verdwijnen van die Evelien naar Cambodja, maar ja, dat blijkt nergens. Hij ramt Moesie in elkaar omdat hij geld van hem eist en vernielt zijn laptop. Hij slaat hem de tanden uit de mond. Ook een soort van grofheid in het geweld. Belangrijk is ook het aanrijden van de imam per ongeluk. De imam maakt een verkeersfout volgens mij. Waarmee hij ook symbolisch afrekent met de orthodoxe islam. Ik zal er straks nog even wat meer over zeggen. Dan. Het is een boek over literatuur die het leven begeleidt. Hoe bedoel ik dat? Nou, Mano Buzamur heeft heel wat schrijvers opgenomen in het boek en citaten van schrijvers de revue laten passeren. Ik noem ze hier even op een, zet ze even op een rijtje. Tommy Wieringa, die speelt een rol in het boek. Gerard Reve. Gabriel Marcel, dacht ik. Marques, in ieder geval Marques, de Latijns-Amerikaanse schrijver. Khalil Gibran, Robert Vuistje, die ook geen kleine jongen is als het om grove seksscènes gaat, in alleen maar nette mensen. Joris Luyendijk, Siebelink, Kluun, Connie Palmen en het motto is van Oscar Wilde. Dus hij omringt zich met schrijvers en op een gegeven moment roept hij het uit. Waarom de fuck ontleen ik mijn identiteit en gevoelens, godverdomme, aan fictieve personen en gebeurtenissen? Dus hij is verliteratuurd. Hij is helemaal door de literatuur beïnvloed en zijn identiteit ontleent hij daaraan en aan het schrijven. Alleen is het jammer dat in het boek ook blijkt dat hij aan die tweede roman maar niet toekomt. Als het een echte schrijver was, had hij dat natuurlijk wel gedaan. Daar hebben we trouwens weer de verhouding tussen fictie en werkelijkheid. In die werkelijkheid van die schrijvers komt zijn leven als het ware letterlijk binnen. Dan is het een boek over de gekte die losbarst als je een bestseller schrijft. Wat gebeurt er dan allemaal? Nou, als jonge schrijver komt hij in een malle molen terecht van mediaoptredens, lezingen en het hele boek is zo ingedeeld dat maar liefst 12 hoofdstukken vertellen van wat hem overkomt als hij zoveel succes heeft. Elke hoofdstuk is een druk. Eerste druk, tweede druk, heet dan het hoofdstuk, derde druk tot en met 12e druk. Daaraan voorafgaan
een proloog en een hoofdstuk dat manuscript heet, geloof ik. Maar in ieder geval die samenvallen van druk en hoofdstuk is opvallend. Ik geef een paar momenten van die gekte. Een interview met een journaliste, die je boek maar half gelezen heeft. Nou, maak je wat mee, hè? Een uitgeverij die een bestseller afwijst. De eerste uitgeverij wordt door hem ook flink te kak gezet in het boek. Sterke afwijzende en uitsluitende reacties uit de moslimgemeenschap. Hele heftige emoties over zijn boek. Een boekpresentatie die erg onconventioneel verloopt. Hoe dat gaat is bijna puberaal. Mailtjes die of afwijzend agressief zijn, of bijvoorbeeld uitnodigen van wildvreemden tot het hebben van seks. In een crisis raken op het hoogtepunt van je succes. Dus je denkt, nou heb je succes, nou heb je het gemaakt, maar eigenlijk raakt hij, als je goed leest, in een crisissituatie. De druk die je gaat ervaren om meteen een tweede boek te schrijven, om daar ook echt succes mee te hebben en je definitief als schrijver te vestigen. Dat lukt hem dus niet. Aandacht van mediaprogramma's als Pauw en Witteman. Voor het eerst aanwezig zijn op het boekenbal. Ineens zoveel geld hebben dat je een huisje kunt kopen en daar je vriendinnen kunt ontvangen. Dan een kennismaking met modellen en met één model, speciaal gala, die een fotoshoot aan het maken is en zelf aan die fotoshoot meedoen. Er zijn, en ik heb het toch net al gezegd, er zijn mensen die beweren dat we dat alles, wat ik nu heb opgesomd, als een persiflage moeten lezen op wat er gebeurt als je een bestseller schrijft. Nou, daar reken ik mezelf niet toe. Volgens mij is dat niet het geval. Kan zijn dat ik iets mis, maar ik zie dat niet zo zitten als boek als geheel. Het gaat meer over het spel tussen fictie en werkelijkheid. Dan heftige seks. Ja, het pornografische gehalte van het boek, moet ik zeggen, is hoog. En als het nou prachtige beschrijvingen waren die ook wel wat te raden overlieten, maar nee. Het zijn na Evelien's vertrek wel 6 meisjes met wie hij seks heeft die uitgebreid beschreven zijn. Zoals gezegd, ook wurgseks en SM is daarbij. Nou ja, smaken verschillen. Sommige lezers vinden dat fantastisch als dat in een boek voorkomt. Maar om er nou maar liefst 6 uitgebreid te beschrijven, dat maakte het tweede deel van deze roman voor mij een beetje vervelend. Dan weten we het wel op een gegeven moment. En het is ook niet helemaal duidelijk wat de functie is geweest, tenzij je zegt het was uit verdriet over de afwezigheid van Evelien dat hij tot dit gedrag kwam. Dan de afwijzing van de islam. Nou, hij laat de hoofdpersoon op zijn scooter een aanrijding meemaken met de imam die zo veel haat tegen hem gepredikt heeft. De man heeft zijn pols gebroken en wordt belerend door Mohammed toegesproken. Hij ligt daar op de grond. En Mohammed die zegt eigenlijk, dit is nu Gods wil en jouw dag is gekomen, jouw lot ligt niet in Allahs handen, maar in de mijne, zegt hij. Dus daarmee is hij met dat bismillah, als God het wil, is hij behoorlijk spottend bezig. En hij rijdt hem symbolisch, natuurlijk is dat, moet je dat ook lezen, symbolisch van de sokken en straft hem voor het feit dat hij zo negatief over hem gepreekt heeft in de moskee. Allah had het zo gewild, zegt hij dan als hij wegrijdt. Ja, samen met de samenvatting op scholieren.com was dit het. Een boek waar ik wel enige kritiek op heb, zoals je wel lezen kan, maar daar moet je helemaal niks van aantrekken. Niet wat ik ervan vind is belangrijk, maar wat jullie ervan vinden. En ik heb alleen geprobeerd om je te waarschuwen voor het slot en je te wijzen
vooral op die verbinding tussen fictie en werkelijkheid en hoe die verandert in het boek en hoe die aan het eind heel anders is dan aan het begin. En de vraag is nu, wat is nu die verhouding tussen fictie en werkelijkheid? Kun je in een bedachte wereld leven? Nou, dat kan. Er zijn ontzettend veel van leerlingen onder jullie die tijdenlang in een spel bezig zijn op de computer en bevinden zich dan in een fictieve, virale wereld van dat spel. En het lijkt me toch wel heel moeilijk om je hele leven, zeg maar, in dat fictionele te leven, in het bedachten, in het je voorstellen van. En het blijkt ook wel aan het eind van deze roman dat de werkelijkheid ons soms regelmatig, mag ik wel zeggen, keihard inhaalt en we moeten erkennen, het was toch anders dan ik me had voorgesteld. Ik hoop dat je wat aan dit boek, aan deze bespreking had, dat je er wat meer van begrijpt van het boek en er wat makkelijker op het tentamen of in een werkstuk over praat of schrijft. Vond je het goed? Like dan mijn video en jullie gaan zo met vakantie. Ik ben net met vakantie geweest en ik ga door met het maken van samenvattingen voor jullie en besprekingen van nieuwe boeken. Dankjewel, fijne vakantie en tot ziens.